Goedemiddag allemaal. We gaan in het Nederlands weer verder. Um, mijn naam is Stan Hecht. Ik werk bij KPMG en ik ben eigenlijk gewoon een hacker in een netpak. Dat is waar het op neerkomt. Ik ben op mijn tiende begonnen met, uh, met dit vakgebied. Ik vond buffer overflows veel mooier dan spelletjes spelen. En ik heb als het ware van, een, uh, van mijn hobby een beroep gemaakt. En ik ga jullie het komende uur meenemen in mijn wereld. Dus een wereld van, uh, van hacking, cybercrime, hele gerichte aanvallen, al dat soort spannende dingen. En daarbij. Ja, hebben we een speciale focus op wat jullie rol daarin is. Dus, wat is de rol van de hosting provider? Het verhaal wordt ontzettend interactief. Dus mocht je relevante vragen hebben, uh, gooi ze in de groep. Stel ze direct. We gaan niet op de microfoon wachten. Ik herhaal de vraag wel zodat iedereen hem uh, goed kan verstaan. Uh, mocht je opmerkingen hebben of, of, of toevoegingen op mijn verhaal, voeg het alsjeblieft toe. Weet dat die ruimte er is. Om te beginnen, om het maar meteen interactief te maken, de eerste vraag aan jullie is: wat valt er uh, voor mij als goedaardige hacker, maar ook voor de kwaadaardige variant van mij, wat valt er nu eigenlijk te halen bij jullie als hosting providers? Klantgegevens, resources. resources. Nou, daarmee heb je inderdaad eigenlijk wel de twee belangrijkste categorieën te pakken. Uh, aan de ene kant om mijn aanval op te zetten, heb ik wat resources nodig. Ik, uh, ik moet mijn mailtjes kunnen, uh, kunnen sturen, ik moet mijn, uh, mijn malware domeintjes ergens kunnen hosten, uh, al dat soort zaken. Dus ik heb inderdaad resources nodig. Maar het tweede belangrijkste is met name de systemen van jullie klanten. En wat dat betreft hebben wij een heleboel gedeelde klanten. Veel klanten die ik adviseer om de hackers buiten de deur te houden, zijn klanten bij jullie voor hosting van belangrijke systemen, applicaties of wat dan ook. Dat is de context van dit verhaal vandaag. Um, veel klanten beseffen dat, dat een heleboel systemen... vandaag de dag buiten de deur staan bij hostingproviders. Uh, en dat daar dus ook risico's aan zitten. Dat ze zelf die systemen die buiten de deur staan vaak niet beheren. Um, dat ze wel vinden dat beveiliging daar belangrijk is. Dus een heleboel van onze klanten die zeggen... we willen ook dat het bij die externe hostingprovider goed geregeld is. Dus... Wat vraagt de klant vervolgens? Certificering. Certificeringen, precies. Hij gaat stickertjes verzamelen. Hij komt met, uh, met dit soort uh, fantastische vragen. Uh, ISE 3402 verklaringen, hopelijk van type 2 door opvolger van, uh, van SAS 70. Uh, fantastische uh, ISO-raamwerken die hun oorsprong vinden in de jaren 80, 90. Wel een beetje up-to-date zijn gehouden, maar met name nog in die ouderwetse mindset zitten... PCI 6 ook zo'n fantastisch verhaal. Um, nu besef ik heel goed dat ook een heleboel van mijn collega's bij andere afdelingen van KPMG met dit soort dingen hun geld verdienen. Um, wellicht dat het voor marketing ontzettend belangrijk is, maar laten we even wel wezen: een ICE 3402-verklaring, um, het heeft alles te maken met scoping. Ik kan een ICE 3402-verklaring krijgen op hoe ik mijn konijnenhok thuis gebouwd heb. En dan kan ik roepen: Ja, ik heb een ISAE 3402-verklaring. Dus mijn konijnenhok is veilig. Even heel, heel gechargeerd gezegd, natuurlijk. Maar puur het hebben van dit soort stickertjes zegt mij vaak niet zo heel veel. Het gaat mij erom welke inhoud achter zit. En vaak als we hierop doorprikken, dan zeg ik van ja, maar die scoping die, die, die was helemaal niet lekker. Diginota was daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Ook Diginota zat vol met, met dit soort stickertjes. Gelukkig in ons geval geplakt door een van onze concurrenten en niet door ons. Anders had ik hier met de schaamrood op de kaken gestaan. Um, maar bij, wat, wat, wat ging daar mis? Nou, een van de dingen was, de stickertjes waren gescoopt op de systemen die echt direct uh, met, met de CA-systemen uh, verbonden waren. Um, terwijl allerlei systemen, inclusief testsystemen, die in hetzelfde Windows-domein hingen, die vielen buiten de scope. Nou ja, die dingen waren niet goed up-to-date. Ja, privilege escalation van het een aan het andere systeem is niet zo moeilijk. Daar gaan we straks ook nog wel op in. En verrek, dat systeem wat buiten de scope viel... Dat had een flinke impact op al de systemen binnen de scope die wel netjes stickertjes hadden. Kortom, dit soort stickertjes, ik ga niet zeggen dat ze waardeloos zijn. Ik doe wel één hele duidelijke uitspraak. Zo'n stickertje betekent echt niet dat je veilig bent tegen aanvallen. Ik hoop dat jullie in die redenatie in ieder geval een heel stuk meegaan. Iets positiefs wordt erover gezegd. Heel belangrijk. Ik hoop, dat, ik hoop wel dat bedrijven, als ze met dit soort dingen bezig gaan, dat ze dan een bepaald besef hebben van. Een ja. Ja, precies. Dus helemaal geen sticker, dan denk je volgens mij helemaal nergens over. Exact. Dus inderdaad, deze stickers helpen in ieder geval wel, wordt hier gezegd, dat bedrijven nadenken over risico's en zeggen: hé, hey, er moet in ieder geval wel iets gebeuren op dit gebied. Dus het is een stap. Nee, absoluut. Nogmaals, het is niet waardeloos, maar het betekent zeker niet dat je hiermee veilig bent. Sommige, sommige van onze klanten en jullie klanten die snappen dat. Dus die sturen het volgende stickertje op jullie af: De Certified Ethical Hackers. Dat is misschien niet, durft niemand zijn hand nu op te steken, maar zitten er certified ethical hackers in de zaal? Nou, ik zie een, een, paar, een paar handjes. Um, ja, laten we wel wezen. Certified ethical hackers heeft eigenlijk niet zo heel veel met hackers te maken. Um, het zijn uh, penetratietesters, security testers. Dat zijn voor mij geen hackers. Uh, wat, wat ik bedoel is wat de gemiddelde certified ethical hacker doet. Is uh, die gaat in zijn lab zitten, of als het een interne pentest is, zoals we dat dan noemen, dan gaat hij in een meeting room zitten bij de klant of bij de hosting provider. Daar sluit hij zijn vulnerability scanner aan, die met ontzettend veel lawaai het hele netwerk af gaat scannen. Hij draait NMAP map tegen alle systemen. Uh, een beetje iedere alarmbel gaat af in je netwerk. Hij vindt kwetsbaarheden en die gaat hij uitbuiten. Um, dat is een hele effectieve manier om inzicht te krijgen in je kwetsbaarheden. Het heeft voor mij echter niks te maken met wat een echte hacker doet. En misschien moet ik dit ook weer iets genuanceerder brengen, dus daar heb ik de volgende slide voor meegenomen. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is, wat zo'n certified ethical hacker in een penetratietest doet, is heel nuttig om inzicht te krijgen in je kwetsbaarheden, maar het is niet representatief voor de dreiging die er vandaag de dag is, waar dit soort actoren bij betrokken zijn, van hacktivisten als Anonymous tot de digitale georganiseerde misdaad, tot... Nation-state actors die hele gerichte aanvallen doen. Dat zijn wel de zaken waar mijn klanten mee te maken hebben. En zo'n test, en dus ook jullie klanten mee te maken hebben. En zo'n penetratietest is dus niet representatief om te checken of je weerbaar bent tegen een dreiging zoals deze. Dus dan is de grote vraag: hoe word je dan weerbaar tegen die dreiging? Nou, ik geloof daarin, jullie zien die spuit hier al, ik geloof in het vaccinatie-effect. Want hoe maak je het menselijk lichaam weerbaarder tegen een dreiging, zoals een virus? Nou, daar hebben we een heel mooi mechanisme voor gevonden. We dienen een beetje van de pijn toe, pijn toe door middel van een vaccinatie. Het lichaam zegt: oei, shit, ik word aangevallen, gaat antistoffen ontwikkelen. Uh, maar de aanval was dusdanig dat hij niet meteen catastrofaal uh, is. Het lichaam kan een tegenreactie op, uh, opwekken zonder, uh, zonder om te vallen. Het kan antistoffen uh, ontwikkelen. Uh, en uiteindelijk wel realiseren van... oh, gelukkig, het was maar een vaccinatie. Het was maar een test. Ik heb het overleefd. En de volgende keer dat dit virus, deze aanval op mij afkomt... ben ik weerbaar. Nou, datzelfde helpt ook bij een heleboel van... Uh, mijn klanten en jullie klanten. Maar ook bij jullie zelf. Oftewel... Simuleer een echte aanval, een echt incident, zoals een van deze dreigers, en dat doe je niet met deze Certified Ethical Hacker met zijn klassieke penetratietest. Um, dus wat wij gelukkig de afgelopen jaren steeds meer doen, is iets wat wij red teaming noemen. Um, noem het een weerbaarheidstest, noem het een aanvalssimulatie, uh, maakt niet uit. Ik snap in ieder geval dat het een simulatie is van een realistische dreiging, een realistische aanval. Um, ja, dus een realistische aanval en daarbij bedoel ik niet dat we een tabletop exercise gaan doen. We gaan geen, uh, geen bordspel lopen spelen. Nee, we doen het echt op een productieomgeving. Wat is dan het verschil met de klassieke penetratietest? Nou, het belangrijkste is: een penetratietest is hier opgericht om Inzicht te krijgen in welke kwetsbaarheden zitten er in mijn systemen. Dat is een andere vraag dan de vraag: ben ik weerbaar tegen aanvallen? Het volgende belangrijke verschil is scoping. Waar een penetratietest met name vaak bedoeld is: van hey, ik heb een bepaald systeem en dat wil ik testen of dat veilig is of daar kwetsbaarheden in zitten. Heel mooi. Um, maar daarmee sluit je wel een aantal uh, toegangspaden sluit je uit. En wat ik daarmee als heel mooi voorbeeld heb, is: um, ik zie. Um, Penetratietesten met name waarde hebben binnen de development lifecycle. Er is een nieuw systeem, er wordt een nieuwe website opgezet, een nieuwe webapplicatie. Prima, dat test je. Maar als je al die componenten in je IT-landschap afzonderlijk getest hebt op kwetsbaarheden, dan weet je nog steeds niet of het geheel wat allemaal op elkaar aangesloten is, of dat misschien kwetsbaar is en weerbaar, tegen, weerbaar aanvallen. Dat is waar we dat stukje Red Team voor gebruiken. En dat betekent ook dat als wij de vraag krijgen van klanten. Voor een red teaming opdracht, dat wij bijna altijd naar de provider toestappen van die klant en zeggen: Beste provider, wij willen jullie eigenlijk meenemen in deze test, want een hacker denkt niet aan scoping. Die hoeft zich niet te houden aan de scope die die Certified Ethical, ethical Hacker meekrijgt. Uh, als de makkelijkste ingang naar die systemen uh, de ingang via de hosting provider is, dan is dat de makkelijkste ingang. En een klassieke reactie daarbij is van de hosting provider. Oh ja, prima, we gaan dus een pentest doen. Dit zijn de IP-adressen van onze klanten. Test het maar. En dan zeggen wij nee. nee, Dan zijn we weer logische toegangspaden aan het uitsluiten. Ook die werkplekken van jullie medewerkers, van jullie beheerders. Uh, ook die systemen van uh, die, die, die generieke infrastructuur, die er staat om ook de systemen van andere klanten uh, uh, omhoog te houden. Um, ook dat zijn logische toegangspaden. En nogmaals, een hacker houdt zich niet aan die scoping. Oftewel, als je echt wil weten ben ik weerbaar, is mijn landschap weerbaar tegen dit soort aanvallen, dan moet je ook dat soort logische toeringspaden meenemen. En dat is eng, merken wij. In ieder geval, een heleboel hostingproviders schrikken daar enorm van. Um, we doen dit een paar jaar. In het afgelopen jaar hebben we echt, uh, echt heel veel van dit soort testen gedaan. En voor bijna iedere keer dat we voor de eerste keer bij een voor ons nieuwe hosting provider komen. is dit ook voor de hosting provider nieuw. En het is altijd een beetje aftasten. Um, het belangrijkste wat ik daarin mee kan geven is. Er zijn andere goede afspraken te maken dan alleen scope. om te vertrouwen dat zo'n test op een gecontroleerde manier gaat. Wat wij meestal doen is om af te spreken dat we voor iedere stap van tevoren de hosting provider op de hoogte stellen. van wat we gaan doen zodat als de hosting provider het risico vol vindt, dat hij het of tegen kan houden, of er bij ons bij kan komen zitten om te kijken of het wel op een gecontroleerde manier gaat. Ik ga daar vandaag niet op al te veel detail in, maar dit kan op een gecontroleerde manier. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Um, wat belangrijk is, is nogmaals, we gaan een relevante dreiging. Voor jullie klant gaan we simuleren. En dus ook voor onze klant. Dus dat betekent dat we van tevoren een bepaald aanvallersmodel opbouwen. We gaan kijken, die aanvaller, uh, die, die dreiging waarvoor jij interessant bent, is dat bijvoorbeeld een aanvaller die de Nederlandse taal beheerst? Is dat een aanvaller waarvan je kunt verwachten dat hij misschien ook fysiek naar een datacentrum toe gaat? Of is het een aanvaller die met name op een logische manier op afstand zijn aanvallen doet? Um, belangrijk vervolgens is om niet te gaan lopen freewielen. Het heeft geen zin om een klant weerbaar te maken tegen fictieve dreigingen. Nee, we willen een klant weerbaar maken tegen de dreigingen die er vandaag de dag zijn. Oftewel, onze redteamleden moeten bovenop een stukje threat intelligence zitten om te snappen wat voor de sector van de klant de actieve dreigingen zijn. En de technieken die, die de hackers daar op dat moment gebruiken. Dan je Want ja, weet je, die hacker houdt zich daar nog niet aan, Ik word mij hier gevraagd of ik mezelf hier nu niet tegenspreek. Goed dat je mij scherp houdt, dankjewel. Um, ik bedoel hiermee niet scoping. Wat ik hiermee bedoel is dat we uh, bepaalde technieken van de hacker gaan herproduceren omdat we de klant weerbaar willen maken tegen die specifieke hackerstechnieken. Dat zijn niet de hackerstechnieken zoals een Certified Ethical Hacker die heeft, met zijn vulnerability scanner en Nmap en dat soort dingen. Nee, we gaan kijken in het wild wat zijn de technieken die hackers op dit moment gebruiken, wat zijn de meest populaire technieken. En die gaan we herhalen om een zo realistisch mogelijke aanval te simuleren. Dus we gaan niet de Certified Ethical Hacker technieken gebruiken, of misschien hele andere technieken die wij zelf kunnen verzinnen. Nee, we gaan die realistische technieken gaan we daarin gebruiken. Betekent ook dat de redteamleden um, ja, tool agnostic moeten kunnen werken, zoals wij dat noemen. Ja, af en toe moet je met de toeltjes kunnen werken die de Chinezen of de Russen ook gebruiken. Dat zijn niet Nmap en dat zijn niet Nessus. Oftewel, dit vereist toch net even wat andere kennis en kunde dan, dan een klassieke pentest. De meeste goede pentesters krijgen we prima uiteindelijk in die teaming modus maar het is anders. Voor de eerste keer voor een pentester om een Red team te draaien, die weet niet wat hij meemaakt. Voor de verdedigende kant, voor de klant. De hosting provider is het belangrijk om te snappen dat verdediging, oftewel het blauwe team, dat is niet alleen maar het security team. Dat is ook het IT team, gebruikers, management, alles, het geheel moet weerbaar zijn tegen zo'n aanval. Um, en eigenlijk nog belangrijker is: men moet niet weten aan de blauwe kant of het een incident is, een echt incident of een test. Dat weet je lichaam ook niet op het moment dat je zo'n vaccinatie toegediend krijgt. Tuurlijk, we hebben altijd één of twee contactpersonen, zowel bij een klant als bij een provider, op het moment dat we dit doen. Want er moet wel iemand iets van afweten op het moment dat, uh, dat een boel eventueel zou, uh, zou escaleren om tijdig te kunnen de-escaleren. Maar zoveel mogelijk mensen, zowel bij de provider als bij de klant, moeten deze test als een, echte, als een echt incident ervaren. Om juist te kijken of dat hele samenspel van preventie, detectie en respons... Of dat, dat goed werkt. Um, dit hele verhaal klinkt misschien nu nog wat abstract voor jullie. Kan ik me voorstellen. Dus we gaan gewoon even een. Um, ja, we gaan zo'n incidentje doen. We gaan zo'n red teaming-aanval. Gaan we doorlopen. Oftewel, we gaan een, um, een klant van jullie, die ook een klant van ons is, gaan we, gaan we echt aanvallen. De, het scenario wat ik hier vandaag gebruik, is bij een van de testen die we gedaan hebben bij een, bij een bank. Die bank had een aantal van zijn betaalapplicaties geoutsourced naar een, naar een hosting provider. Um, en dat betekende dat voor ons niet alleen die bankmedewerkers interessant waren, maar ook die medewerkers van die hosting provider wel eens een heel interessant pad konden zijn naar, dat, uh, naar die betaalapplicatie. Hoe ziet zo'n aanvaller dan concreet uit? Dit is het killchain model Wie van jullie kent dit model? Ik zie een paar handjes. Oké. Okay. Um, het killchain model is een paar jaar geleden, en dan denk ik alweer aan 2008, geloof ik, ontwikkeld door, door Lockheed Martin. Lockheed Martin was een van de eerste organisaties die, um, waarvan publiekelijk bekend is dat ze slachtoffer zijn geworden van, uh, van een hele gerichte aanval. Uh, noem het een APT, Advanced Persistent Threat. Ik vind het een term die vaak te passend of te onpas gebruikt wordt. Maar goed, een gerichte aanval op die vliegtuigbouwer. En in die tijd zijn er meerdere organisaties uh, door dezelfde groepering aangevallen. Uh, dit was Operation Aurora, uh, Google, Adobe. Een aantal grote partijen zijn in dezelfde aanval aangevallen. Lockheed Martin heeft daar een paper over geschreven, over hoe dat zij daarmee omgaan en welke lessen ze daaruit geleerd hebben. En een van de dingen die hieruit voortkomt is eigenlijk een, een stappenmodel, wat beschrijft welke stappen dat de aanvaller doorloopt in zo'n gerichte aanval. Nou, de eerste stap is natuurlijk een stukje verkenning. Wie zijn mijn potentiële slachtoffers binnen een organisatie? Hoe kan ik ze aanvallen? Wat zijn de zwakke plekken? Is dat eenmaal bekend? Ontwikkelen van de aanvalsmethode. We gaan het dadelijk allemaal in de praktijk doen, hè, om het nog even praktisch te maken. Het afleveren van die aanvalsmethode, hopen dat je daarmee binnen bent in het systeem. En dat betekent dat je ergens in het netwerk binnen zit, maar je wil vervolgens naar die kroonjuwelen toe. In dit geval het betaalsysteem. Dus je zet. Um, een soort van achterdeurtje op met command en control. En uiteindelijk doe je wat we noemen lateral movement. Je beweegt door het netwerk heen om bij die kronjuwelen te komen. Zeven simpele stappen en we gaan ze praktisch maken. Eerste stap: het vinden van mijn slachtoffers en een stukje verkenning. Wat is mijn favoriete aanvalsmethode? Social engineering, Social engineering wordt hier al genoemd. Um, ja, inderdaad, echt een menselijke factor. Dit hebben jullie waarschijnlijk al heel vaak gehoord, maar ook uit onze testen blijkt, met name die eerste stap om binnen te komen, ja, daar is die, is die menselijke uh, link in de keten, is, is, is voor ons toch vaak de makkelijkste stap. Dus inderdaad, social engineering. Wat betekent dat? Nou, we versturen bijvoorbeeld wat mailtjes om mensen naar een onschuldige website toe te lokken. Uh, op die website staat vervolgens een stukje JavaScript of misschien wel een Java applet. Wat, wat fingerprinting doet van het apparaat van, uh, van de slachtoffer. We kijken welke browser Is de versie van Java, Flash up-to-date, draait die überhaupt Java? Wat voor systeem is het? Is het Windows, is het macOS? Uh, een stukje fingerprinting, zodat we weten wie hebben we voor ons Want vervolgens, als we weten van hey, wat zijn de mogelijke aanvalspatronen die we hier kunnen gebruiken, dan moeten we de aanval gaan ontwikkelen. Um, nou, we hebben in, in, in onze red teaming trucendoos hebben we een aantal middelen zitten die we ook in het wild heel veel gebruikt zien worden. Ik ga ervan uit dat jullie ze ook wel herkennen. Uh, een van mijn favorieten is een Malafida Java applet. Nou, dit is een Java applet die een executable in, uh, in de startup key in het register plaatst. Uh, waardoor je dus vervolgens als je een computer start, uh, een Windows-PC in dit geval, um, uh, dus altijd een stukje malware start. Uh, het voordeel van Java is dat de platform onafhankelijk is. Dus dit kunnen we ook makkelijk porteren naar bijvoorbeeld macOS of, of Linux, als daar Java op geïnstalleerd is. Um, een van onze andere favorieten, die we de afgelopen tijd ook ontzettend veel in het wild zien, is de Malware Word Macro. Nu kennen jullie waarschijnlijk vanuit de massale phishing uh, vast wel de hele slechte voorbeelden met, 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 met Russische documenten met, met macros erin. Ik kan je vertellen dat ze er in gerichte aanvallen een stuk beter uitzien. We hebben bijvoorbeeld ooit een keer iets in een incident bij een klant meegemaakt, wat er als volgt uitzag. This document is protected with McAfee Secure. Klinkt veilig. Uh, om het te openen, klik op Enable Content. Waarmee je dus de Word macro draait en je dus ook weer malware aan het downloaden bent. En die malware die wordt gedraaid, uh, in dit geval niet op disk, maar in het geheugen van, uh, uh, van de machine. Om op die manier eventuele antivirus uh, te, te, te omzeilen. Um, diverse varianten hier, maar met name deze Word macro en de Java applet zijn toch wel niet alleen... Onze, onze klassiekers, maar ook de klassiekers van, uh, van de gemiddelde echte aanvaller. Om, uh, om de klant aan te pakken. Goed. Um, de technici onder jullie. Die zullen beseffen van ja, maar met alleen zo'n Java applet. En uh, met zo'n Word macro ben je er nog niet. Want een van de dingen is bijvoorbeeld. Um, dat een heleboel systemen zo afgesteld zijn. Dat je echt code signing nodig gaat hebben. Om die Word macro of die Java applicatie te draaien. Bijvoorbeeld zo'n Java applicatie. Um, ik hoor nog heel vaak van mensen: ja, maar Java zit toch in de sandbox, hoe kan ik dan malware op de rest van het systeem krijgen? Ik weet niet waar dat verhaal vandaan komt, maar je kunt voor een gesignede Java-applicatie standaard gewoon permissies aanvragen om buiten de sandbox te mogen spelen. Dat is gewoon standaard Java-gedrag. Betekent alleen wel dat mijn Java-applet digitaal gesigned moet zijn met een code-signing certificaat Dus is jullie de vraag: hoe krijg ik een code-signing certificaat als ik niet mijn echte uh, rijbewijs of paspoort op wil sturen, ik ben tenslotte een aanvaller. Door die het op een uh, meegeeft of een andere ja. <laughs> ja, precies. Er zijn al de nodige certificaten sowieso die, uh, die in het wild rondgaan, um, er is een makkelijkere manier. En dat is deze: dit is een, uh, een vodje papier. Uh, ...op naam van een fictief persoon, waarvan ik hier de naam niet ga vertellen... ...want dan kunnen we die voortaan niet meer gebruiken in, uh, in onze testen. Een voetje papier en deze foto was voldoende... ...om bij een, een van de bekendere CA's een, een codesigning certificaat te krijgen. Het staat al zelf in hun voorwaarden. Een student's ID card is voldoende om een codesigning certificaat te krijgen. En ja, deze CA had een stempeltje. Gelukkig ook weer van een van onze concurrenten, niet van ons. Um, ja, dit, dit geeft al aan hoe, hoe, hoe ontzettend kapot dat dit hele systeem is van, uh, van certificaten. Um, ook, uh, we hebben bijvoorbeeld vorige week nog voor een, uh, voor een andere test, we zijn op dit moment ook weer bezig met een test bij een, grote, uh, een van de grootste financiële instellingen van Nederland, een phishing domein aangevraagd, inclusief een SSL-certificaat voor, uh, voor dat domein, waarin echt letterlijk de naam van de klant terugkomt. Ja, we krijgen een mailtje. We doen een uitgebreide brandcheck om potentieel brandabuse te voorkomen. Prima. We hebben de domein aangevraagd met een fictief persoon met het adres op het hoofdkantoor. De website die we in de tussentijd hosten, die redirect naar de, uh, naar de officiële website van, uh, van deze organisatie. En aan dag krijg je een mailtje. Je bent door de brandcheck heen. Hier heb je je SSL-certificaat. Dat hele systeem is ontzettend kapot. En, en, en dat doet mij uh, ergens wel pijn. Overigens, deze uh, CA geeft ook code signing certificaten voor uh, uh, kernel drivers uit. Goed, oftewel, we hebben onze Java applet, we hebben onze Word macro, die kunnen we digitaal uh, signen. Um, we zijn klaar om te gaan. Maar vervolgens moeten we die wapens die moeten we afleveren bij ons slachtoffer. En of dat nou een medewerker bij de klant is, of... Uh, een van, uh, van die beheerders of een andere medewerker bij de hosting provider. Hoe gaan we die afleveren? Wat is een goed mechanisme? Kerstpakket. Kerstpakket, ja, die is, die is ontzettend goed. Um, die is alleen wel gebonden aan een bepaalde tijd in het jaar, dus wij doen meestal gewoon het pakket. En, um, nou, bijvoorbeeld, uh, we hebben deze gebruikt. Nogmaals, we hebben weer technieken afgekeken die we in het wild zagen. We zien heel veel misbruik, dus zien jullie waarschijnlijk wel ook wel van. Dit soort track-and-trace uh, uh, e-mailtjes. Dus wij stuurden deze e-mail naar onze slachtoffers. Nou, vragen jullie, wat valt jullie op aan deze e-mail? Wat klopt hier niet aan? Omdat het pakjegemak.nl is. Ja, ja. dit is pakgemak.nl. Wie van jullie wist dat de officiële website van PostNL pakjegemak.nl is? Nou, dus volgens mij zitten er twee of drie hier in de zaal. Um, ja, die, 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 po En PostNL is dan nog een goed voorbeeld. Hè. Ga bijvoorbeeld eens een keer naar DHL kijken, welke domeinnamen dat die allemaal gebruiken. Het is om te janken. Het is, het, is, het is echt om te janken en het is voor een klant gewoon niet meer te onderscheiden wat is nu wel echt van zo'n uh, zo postleverancier en wat niet. En dat misbruiken uh, de echte hackers, de echte cybercriminelen. En dat kopiëren wij dus ook in onze testen. Clickrates hierop van deze e-mails, even de out-of-offices eraf gehaald en de bounces 90 tot 95 procent gemiddeld. Echt bizar hoog, bizar hoog. Het ligt bij hosting providers waar iets technisch personeel ligt, ligt het ietsje lager. Maar ook daar halen we vaak gemiddeld 70 tot 80 procent. Zeker als ze dus inderdaad de juiste naam gebruiken. Soms ook nog een postcode van iemand achterhalen en die erin verwerken. Um, mensen klikken echt wel op, uh, op dit soort linkjes. Geloof het of niet, maar er is ooit in ieder geval een van onze slachtoffers geweest die, uh, die dit uh, door had... Uh, dit was iemand van een hosting provider ook. En uh, die ging dus twitteren met uh, PostNL. PostNL, ik lijk phishingmail te krijgen. Is Pakgemak.nl wel een website van jullie. Dus het PostNL Webcare team twittert terug. Hi Sven, dit is inderdaad van ons. Waarom denk je dat het phishingmail is? Ja, dit is wel echt heel treurig. Want als, als, als zo'n zo bedrijf zelf nog niet eens meer weet welke websites ze wel en niet hebben en welke domeinnamen ze wel en niet gebruiken. Uh, ja, laat, laat staan dat een klant dan überhaupt nog snapt. Wat wel en wat niet echt is. Dus dit soort dingen die misbruiken niet alleen wij, maar dat is ook de reden waarom je dit soort dingen ook in het wild heel veel ziet. Dit werkt ontzettend goed. Um, ja, vervolgens kom je dus als het een Java-website is, kom je op, uh, op zoiets uit. Uh, met in dit geval de, de gesignde Java-applet die vraagt om te draaien. Standaard gedrag van Java is op het moment dat het digitaal gesigned is, dan staat run als, als standaard uh, selectie. Uh, alleen door op cancel en op, op kruisje te klikken ontkom je hier aan. Iemand enige idee van de gemiddelde klikrate hier? Ik hoor hele hoge schattingen. Opvallend genoeg, hij ligt hier wat lager. Hij ligt hier rond de 30%. De meeste gebruikers lijken toch op het kruisje te klikken. En het kruisje is in dit geval hetzelfde als een, als een cancel. Wat we dan vaak nog wel eens doen is om gewoon nog een keer de Java-applet te herhalen. Net zolang tot de gebruiker denkt: ik zal wel op run moeten klikken. Maar goed, gemiddeld voor een eerste klik halen we hier zo'n zo 30%. En dat geeft meteen even wat inzicht in, in die business case van ons. Die eerste phishing mail met dat post.nl-pakket, die hoeven we niet naar nou, 30, 40, 50 man te sturen. 4, 5 man is bijna altijd voldoende om in ieder geval. Eén succesvolle klik te krijgen, die Java applet of die Word macro gedraaid te krijgen uh, en een stukje malware op de PC van ons slachtoffer te kunnen krijgen. En met name met Java maakt het ons niet zo heel veel uit of het nou Windows is of macOS. Java is lekker platform onafhankelijk. En lekker als een mandje, ja ook dat. En wat mooi is, we gebruiken alleen maar features van Java. Ik weet niet of het je opvalt, maar er is tot nu toe nog geen CVE, geen, geen kwetsbaarheid, geen exploit voorbijgekomen. Het zijn allemaal features die we misbruiken. En dat zien we in het wild ontzettend veel. En als er exploits gebruikt worden, wat we dan vaak zien, en dat blijkt ook uit het Verizon Data Breach Report, meestal zijn het kwetsbaarheden van meer dan een jaar oud. Data Breach Report zegt, als er een exploit gebruikt wordt in een, in een aanval, dan is hij in bijna 99% van de gevallen een CVE die meer dan een jaar oud is. Oftewel, zero days en dergelijke, uh, dat zien we echt maar alleen in een heel specifiek segment. Bijvoorbeeld in de high-tech wapenindustrie en, uh, en dat soort dingen. Um, voor de meeste van onze klanten zijn het dit soort dingen of hele oude exploits. Sterft Java niet uit? Sterft Java niet uit? Um, ja, gelukkig wel. We zien steeds meer moderne browsers die met name de oude Java-versies, uh, uh, de oude Java versies de oude van JRE standaard uitzetten als ze weten dat het kwetsbaar is. En we zien ook gelukkig steeds meer klanten die beseffen, hé, hey, uh, Java is misschien niet zo handig, dus ik ga het of helemaal uitzetten of alleen maar voor specifieke websites toestaan. Dat kan. Je kunt Java zo configureren of je kunt je webbrowser zo configureren dat die plugin alleen maar voor bepaalde websites geladen wordt. En dat is goed. Maar tot nu toe merken wij dat Java en die Word-macros nog steeds bij het gros van de organisaties, zowel klanten als hosting-providers, uh, toch nog steeds werken. Um, mocht dat ooit weggaan, uh, dan is waarschijnlijk ActiveX onze, uh, onze volgende. Hele ouderwetse technologie, maar die zit nog steeds in bijvoorbeeld Internet Explorer. Nee, je dat je niet nodig hebt maar... Ik heb zelf pas geleden een soortgelijk iets meegemaakt. Ja? Ik kreeg een mailtje van een, van een uh, domeinleverancier. Ik zal het dadelijk herhalen, hoor, overigens. Ik kreeg, ik kreeg een mailtje van een domeinleverancier dat ze uh, misbruik geconstateerd bij een domeinnaam van ons. Uh, linkje naar de site waar we dat even wilden checken. En wij hebben normaal gesproken software waarmee of we hebben normaal gesproken uh, een ticket waarmee je dus eigenlijk alle links gewoon ziet. Dit keer hadden we HTML aanstaan. Dus je klikt bam, klik op die link. Hele de computer besluit. Oké, okay. CryptoLocker. Uh, ik snap, ja, nou ja, zo het ja. okay. uh, Gelukkig hadden we wel make up gemaakt. Ja. Ja, precies. Oh, daar gaan we het ook nog over hebben, antivirussoftware. Ja, het, het, het ging ook nog door twee. Ja. Ja. Een collega van mij daar werd het wel onderschept waarschijnlijk omdat het toen net gedetecteerd was, maar ik was te snel. Ik had het even vandaag moeten laten staan. Dus de sequestie hier was: uh, er kwam een mailtje binnen, check deze website. Je kwam op de abuse uh, mailbox binnen, neem ik aan. Check deze website, die is malafide. Um, Blijkbaar een linkje gemist in het ticketing systeem. Uh, HTML-e-mail werd automatisch geladen en Tada computer geïnfecteerd. Ja. Oké, okay, nou, dan zou ik in ieder geval de plugins even goed checken of die netjes up-to-date zijn uh, op, uh, op dat systeem. Klik namelijk als een, uh, als een exploitje wat uh, voorbij is gekomen in een drive-by-download. Uh, maar goed, daar zijn, daar zijn talloze manieren voor. Wij mikken meestal op iets waarvoor we geen exploits nodig hebben. Uh, dat is, uh, het werkt voor ons en op die manier zijn we niet afhankelijk van, uh, van exploits. Goed, dus we hebben nu een infectie op, uh, op dat ene systeem, maar dat kan bijvoorbeeld het systeem zijn van een van jullie secretaresses. En dat zit echt ver van dat systeem van onze klant, die ergens bij jullie host, gehost staat. Oftewel, we moeten door het netwerk heen bewegen naar dat klantsysteem. Hoe doen we dat? Nou, de eerste stap voor onze command en control ziet er. Gesimplificeerd als volgt uit. We hebben een mailtje gestuurd, een phishing mailtje, naar het slachtoffer. Die opent dat mailtje op zijn desktop, die draait die Word macro of de Java applet. En vervolgens draait er dus een proces op dat systeem van het slachtoffer, wat periodiek verbinding maakt naar ons, onze, onze command and control server. Um, dat periodiek vermaken, verbinding maken, dat doen we op bijvoorbeeld Windows door de WinInet API, die is proxy aware. Dus dit soort aanroepen gaan gewoon netjes door de proxy-configuratie heen zoals die op dit systeem uh, ingesteld staat. Uh, dit is een versimpelde weergave, want je ziet hier een directe verbinding tussen de proxy-server en onze command-control-server. Die doen we normaal gesproken niet. Daar zit dan een abstractielaag tussen. Dat is ook een techniek die echte aanvallers doen. Hier zitten meerdere redirects tussen. Uh, vaak de gratis systemen die bijvoorbeeld uh, in AWS, in, uh, in Amazon aangeboden worden. Een micro instance is daar gratis. Um, er zijn nog een aantal andere populaire plaatsen waar je een gratis uh, systeem uh, of een heel goedkoop systeemje op het internet kunt krijgen. Of je gaat CMS'jes hacken, kan ook. Uh, in ieder geval, we zetten een aantal redirects op. Uh, voor een kleine klant zijn dat er vier. Voor een klant waarvan we denken dat hij het echt goed voor elkaar heeft, zetten we er 20, 30 op. 20, 30 verschillende IP-adressen. Uh, die vervolgens weer herverbinden aan onze command and control server. Zodat, mocht er ooit een IP-adres in een blacklist of in een filter van de klant terechtkomen, dan ditchen we die en dan gebruiken we een van de andere redirects. En het opzetten van een nieuwe redirect is heel simpel. Dat is, dat is de infrastructuur die een serieuze aanvaller gebruikt voor zijn command and control. En wij als aanvallers werken natuurlijk ook weer op die command and control server. Dat is voor het eerste systeem, wat wellicht het systeem is van de secretaresse. Uh, maar vervolgens moeten we de rest van het netwerk in. En wat we natuurlijk niet willen, is dat vervolgens ieder systeem wat we ook gaan infecteren, dat dat zelfstandig ook weer naar buiten staat te beaconen, zoals ze dat noemen. Periodiek pollen naar de command- en control-server. Hé, hey, ik ben je malware, heb je nog een commando over mij? Dat valt ontzettend op als heel veel systemen in één netwerk ineens allemaal gaan lopen bekenen naar één van onze systemen. Dat proberen we echt tot een minimum te beperken. Uh, dus we zetten eigenlijk ook intern een soort botnet op. En als het een Windows gebaseerd netwerk is, dan is het voor ons heel handig om die via SMB aan elkaar te linken. Port 445, SMB-protocol van Windows, wordt bijna nooit intern gefilterd in, in netwerken tussen systemen. Dus op die manier, we hebben een command- en control server aan de buitenkant en we hebben een command- en control server aan de binnenkant. Die doet de beaconing en die command- en control server aan de binnenkant, bijvoorbeeld het PC van de secretaresse, die heeft vervolgens weer andere bots in zich in het interne netwerk gelinkt via, via SMB. Um, vervolgens komen we nog wel eens in situaties waarin echt hele strikte segmentatie is. Dat zien we bijvoorbeeld vaak wel bij, bij providers, die werken met stepping stones of, of specifieke segmenten die, die voor klanten bedoeld zijn, waar eigenlijk nauwelijks verkeer naar buiten te doen is en, en ook SMB vaak niet lukt. Het enige wat bijna altijd wel lukt, is uh, DNS resolver. En een heleboel van onze klanten die roepen, inclusief de Host providers... ja, maar we hebben toch port 53 naar buiten geblokkeerd? Ja, dat is iets anders dan dat DNS-resolven onmogelijk is in je interne netwerk. Want er staat vaak een interne DNS-server... die uiteindelijk wel weer op de een of andere manier zijn weg naar buiten weet. Dus of inderdaad via A-records, via TXT-records... zetten we via het DNS-communicatie... via DNS-communicatie zetten we onze... ...onze covert channel voor de command en control van onze bots op. Als dit allemaal iets te technisch is, uh, uh, vergeet het. Het belangrijkste is, er zijn diverse manieren om dus inderdaad command en control structuren op te bouwen... Uh, ...aan de binnenkant van die klant of aan de binnenkant van die provider. En dat zijn met name dingen als SMB, DNS en dat soort protocollen zijn voor ons heel interessant aan de interne kant. Naar buiten doen we het bijna altijd HTTP of HTTPS. En wat we ook vaak doen, is een HTTP HTTPS voor de actieve verbinding... En één of twee DNS-botjes die de low en slow zijn. Die één keer per dag pollen, zodat mocht een keer iemand die HTTP-bot zien, die iedere minuut naar buiten aan het sturen is en die blokkeert, dat we even moeten wachten tot middernacht, tot die DNS-bot voorbij komt en we weer terug het, het netwerk in kunnen. Altijd een, een backup houden om binnen te komen. Goed, dus dan zit ik in het interne netwerk. Maar wat kan ik eigenlijk op zo'n systeem waar ik zit? Want ik zit misschien bijvoorbeeld alleen maar op het systeem van de secretaresse. Um, ik zou hier een hele aparte presentatie over kunnen vullen. Maar dit is denk ik een heel mooi voorbeeld. Het is wel weer even op Windows gebaseerd. Um, dit is het uh, w, Di w Digest wordt dit ook wel genoemd, oftewel Digest Authentication. Uh, zit in RFC 2617 waar het beschreven wordt, en het is een, um, een authenticatieprotocol. Uh, dat door een heleboel versies van Windows ondersteund wordt. In de allernieuwste versies niet meer, maar in uh, uh, een heleboel versies uh, wordt dit uh, standaard ondersteund. En het authenticatieprotocol werkt als volgt: De client, uh, die staat verkeerd om, de pijlen staan verkeerd om, sorry. Dit is de client, dit is de server. Op het moment dat de client wil authenticeren naar de server, want dit is een single sign-on-mechanisme, stuurt de server een nonce, oftewel een random getal voor zijn freshness, naar de laptop. En de laptop antwoordt met de MD5-hash van gebruiksnaam, wachtwoord, diezelfde nonce, of het een post of een get-aanvraag is en de URL. Een single sign-on-mechanisme om bij webapplicaties te komen. Wat heeft dit voor beveiligingsimplicaties? Denk eens even als een hacker. Ja, we zouden dus inderdaad met men in de middelachtige tech, technieken kunnen gaan werken. Um, wat voor de hacker veel interessanter is... en waar men eigenlijk helemaal niet zo goed aan gedacht heeft bij het ontwerp van dit protocol... dit betekent, de implicatie van dit protocol is... dat Windows een plaintext versie van je wachtwoord ergens in het geheugen moet bijhouden. Anders werkt dit niet als single sign-on mechanisme. Je wil naar een website, die stuurt jou een nonce. Het is single sign-on, dus er wordt jou niet gevraagd om het wachtwoord... Maar jouw PC moet wel een MD5-hash van username, password en nog wat dingen kunnen sturen, inclusief password. Oftewel de enige manier van Windows om dit te ondersteunen, is ergens in je geheugen een text versie van het wachtwoord bijhouden. Kan het ook een hash hebben? Um, in dit geval voor Wdigest, voor dit protocol is het geen hash. Er zijn een aantal andere protocollen binnen Windows die inderdaad op basis van NTLM-hashes werken. Dit protocol heeft echt het wachtwoord nodig. Dus om, voor Windows, om dit protocol te ondersteunen, moet Windows een cleartext versie van het wachtwoord in zijn geheugen bijhouden. Ik nou, weet niet wie van jullie heeft wel eens van de tool Mimikatz gehoord? Dat zijn er een, een paar. Nou, dat is bijvoorbeeld een tool die uh, zo'n wachtwoord uit het geheugen kan halen. Ik heb hier op dit moment een, een tweede systeem staan. En dit systeem is op dit moment verbonden met mijn Command and Control server... En die is verbonden met de malware. En dit is mijn echte kpmg laptop Dus op dit moment, ik kan vanaf mijn hackers laptop via die command en control structuur die ik zojuist in de sheets heb laten zien, kan ik uh, deze pc bedienen. Um, en een van de dingen die ik hier dus inderdaad bijvoorbeeld kan doen, ik snap dat het niet heel goed leesbaar is, maar dat is ook niet super belangrijk. Ik kan bij die bot die hier iedere paar seconden naar mijn command en control server staat te pollen. Kan ik dus inderdaad mimikats vanuit de geheugen draaien en die wachtwoorden eruit halen. En zo zie je dat mijn KPMG-wachtwoord op dit moment SIDN 2015 uitroepteken is. Dat verander ik natuurlijk meteen na de presentatie. Dan pas, ja, en ik hoop dat er in de tussentijd niet heel veel mogelijk is met dit wachtwoord. Dit is een van de talloze technieken die een hacker zal gebruiken om intern in het netwerk te bewegen. Het is natuurlijk allemaal leuk en aardig als dit het wachtwoord is van de secretaresse. Dus wat doe ik normaal gesproken? Ik maak heel veel ellende op die laptop van die secretaresse. Net zo lang totdat er een admin bij komt om even te kijken wat er aan de hand is. De admin logt in. Ik heb de admin wachtwoord. En op dat moment kan ik van systeem naar systeem bewegen. Um, hier zijn talloze technieken die ik hier zou kunnen beschrijven. Maar bedenk in ieder geval... Uh, het is een combinatie van het opzetten van die command- control structuren in het interne netwerk en dit soort lateral movement technieken. Nee, dit is standaard Windows. Je logt in, Windows ondersteunt dit mechanisme, dus Windows slaat een plaintext versie van je wachtwoord in het geheugen op. Dat doet het voor WDigest, dat doet het voor een aantal andere authenticatiemechanismen ook. De allermodernste Windows versies vanaf Windows 8.1, die doen dat niet meer. Cleartext, die slaan alleen de hashes op. Maar ik zou weer een ander verhaal kunnen laten zien dat alleen een hash voldoende is om toegang te krijgen tot een, uh, tot een systeem. Ja, dat is ook mijn punt. Die MD5 die is ook, zeg maar, 10 seconden en dan is het klaar. Die MD5 is 10 seconden en dan is het klaar. Ja, maar het punt is, het is single sign-on. Dus het hele principe van dit protocol is dat Windows de gebruiker niet zal vragen naar het wachtwoord. Maar als het dit protocol wil ondersteunen, dan moet het dus ergens dat wachtwoord opslaan in het geheugen. Ja, maar je, dat het, je zei als ja. die hashes MD5 zijn, dan heb je die ook zo gekraakt. Oké, okay, Windows uh, maakt gebruik van hashes. Uh, wordt hier gevraagd, als het een MD5 is, dan heb je dat ook zo gekraakt. Uh, dat zijn NTLM-hashes. Dat is net weer even een andere. Dus niet op MD5 gebaseerd, maar op wat andere, op wat andere hashing -mechanismen. Um, Dan heb je het ook zo gekraakt, wordt hier gezegd. Ik ga hier niet al te diep op in, maar Windows gebruikt onderhoud voor zijn authenticatie. Uh, als het NTLM-authenticatie is, alleen maar de hashes. Dus als ik van het ene systeem naar het andere systeem wil authenticeren tussen Windows, heb ik helemaal geen cleartext wachtwoord nodig. Ik hoef het wachtwoord niet te kraken. Ik hoef alleen maar die hash en dat, dat noemen we pass de hash als je wel eens van die techniek gehoord hebt. Bewegen van het ene systeem naar het andere systeem zonder dat je überhaupt het wachtwoord nodig hebt. Um, zonder in al te veel techniek te vervallen. Nu dus even een samenvatting van. Oké. Okay. Dus hoe kom je dan inderdaad binnen via het internet? Bij zo'n banksysteem wat ergens bij een externe hostingprovider staat, samenvat als volgt: je begint met wat verkenning op met name LinkedIn. Wie zijn de interessante personen? Wie zijn de mensen die aan de klantkant, maar ook aan de hostingproviderkant betrokken zijn, die wat dichter bij die systemen zitten? Vervolgens lokken we die mensen naar een website. Dat is echt een heel onschuldige website. Daar kun je niks geks aan zien. Het enige is dat daar een profiler scriptje draait. Maar zo'n profiler-scriptje dat draait ook in het gemiddelde statistiekenpakket om jouw browser in kaart te brengen. Dus dat valt niet op. En dan weten we wat zijn de plugin-versies die je gebruikt Wat zijn de potentiële aanvalsmechanismen. Gebruik je macOS, gebruik je Windows. Eh, Ondersteun je Java. Eh, gebruik je Word. Eh, dus kunnen we met macro's aan de slag. Al dat soort vragen zijn vervolgens beantwoord. We ontwikkelen een aanval. Bijna altijd de Word macro en de Java applet. Dat doen de echte jongens namelijk ook. En die leveren we vervolgens af via de postnl website de DHL-website zogenaamd, of we doen bijvoorbeeld een, uh, een sollicitatie met een sollicitatiebrief met een, uh, een somall word macro erin. Zijn we eenmaal binnen, dan installeren we onze Beacon malware. Dat is dus die malware die periodiek naar buiten gaat lopen pollen. Heb je nog een commando voor mij? Bestuur mij, bestuur deze bot. En vervolgens gaan we intern een botnet opzetten bij het slachtoffer, om maar dichter naar die kroniwelen, dichter naar dat betaalsysteem toe te bewegen. Daarvoor hebben we af en toe wachtwoorden nodig van mensen. Nou, ik heb jullie net de mimikasttechniek laten zien. Wat met name bij de grote klanten en de grote hosting providers werkt, is de omgekeerde password brute force. Oftewel, jullie hebben lockouts op je account staan. Als ik meer dan vijf pogingen doe, of tien pogingen, of wat dan ook op een account, en ik probeer een wachtwoord te raden, dan blokkeert het account. Allemaal leuk en aardig, maar ben je echt een grote hosting provider of ben je een grote klant met een paar honderd medewerkers minimaal of misschien wel een paar duizend? Ja, dan weet ik één ding zeker. Al heb je een sterke wachtwoordpolicy, dus al eis je van je gebruikers acht karakters, hoofdletters, kleine letters, cijfers en bijzondere karakters, er zijn altijd gebruikers die binnen die grenzen voor de zwakst mogelijke wachtwoorden kiezen. Oftewel, ben je zo'n grote hosting provider, dan kan ik je vertellen dat een aantal van jullie gebruikers op dit moment. November 2015, uitroepteken met de hoofdletter N als wachtwoord heeft. Het is gewoon echt de wet van de grote getallen. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan omgekeerd bootforcen. We zoeken niet het wachtwoord bij een specifiek account. We zoeken accounts bij zwakke wachtwoorden. Ik probeer maar een lijstje van vijf of tien zwakke wachtwoorden. En bij een grote organisatie, een grote hosting provider of een grote klant is het altijd raak. En als ik op die manier 10, 20 accounts kan kraken... Ja, er zit altijd wel iemand bij die bij IT werkt. Of er zit altijd wel iemand bij met een managementfunctie. Iemand bij IT die kan weer op de sharepoint van de IT-afdeling. Oh, er staat toch weer ergens een wachtwoordje genoemd in zo'n uh, zo document. Um, diverse manieren om te bewegen. Hebben we dat niet, dan doen we het mimikatstrukje. Waarbij we de admin toelokken naar die ene pc. We onderscheppen het wachtwoord van die admin. En we bewegen daarna vrolijk het, uh, het netwerk door. Diverse technieken. Uiteindelijk kom je op die manier bij die pot goud. Nou, wij zijn niet rijk, wij gaan vervolgens geen echte transactie doen, maar de Malafide variant van mij zouden we het natuurlijk wel doen. Allemaal leuk en aardig. Maar een aantal van jullie zullen wellicht denken: ja, maar ho eens even. Uh, dit gaat bij mij niet werken, want ik heb een aantal maatregelen. Dat is mooi. Die discussie ga ik graag ook even aan of de maatregelen die je nu hebt of dat die inderdaad voldoende zijn. Een van de dingen die we vaak horen is van ja, maar ik heb toch antivirus. Hoe? Nou, ja, ik heb niet echt virussen gebruikt. Nou, die, die malware, die command-and-control-malware, zo'n toeltje als Mimikatz, dat zou ik toch wel als malware-virussen willen betitelen. Dus ik zou toch hopen dat mijn antivirus dat oppikt. Ook op die DNS. Uh... Ja, die DNS-malware, uh, het is in principe een programmaatje wat staat te pollen naar het internet. Heb je een commando van mij? En op het moment dat het een commando krijgt, dat dat, dat uitvoert. Dus ja, ook dat betitel ik toch wel als malafide software. Ik zou hopen dat mijn antivirus het oppikt. Dus Windows Update is ook malafide, wat hier gezegd. Nou, dat geeft dus inderdaad al wel aan hoe lastig dat het is om voor antivirus om dit soort dingen op te pikken. Dus de vraag aan jullie is, als ik mijn malafide programmaatjes, zoals mijn Beaconing Malware of uh, mijn, mijn Mimica stoeltje, niet door antivirus gedetecteerd wil hebben, hoe doe ik dat dan? Je hebt toch zo'n website waar je je code kunt laten scannen? Je hebt zo'n website waar je je code kunt laten scannen. Ja, je kunt bijvoorbeeld op VirusTotal kun je kijken, word ik op dit moment gedetecteerd? Je hebt ook dat soort websites, die noem je crypters. En die um, doen niet alleen dat, die veranderen namelijk even de signature van jouw bestand. Um, dus je krijgt een andere hash op dat moment en, en nog wat andere trucjes. Uh, en vervolgens wordt dat programmaatje automatisch gecheckt op Fires total en het laat je zien, hé, hey, je wordt op dit moment, na deze cryptingactie, wordt je, word je niet gedetecteerd. Oftewel, de hele truc is het veranderen van die digitale vingerafdruk van zo'n executable. Hoe doe je dat? Nou, wij gebruiken daar het volgende stukje code voor. Is het echt, echt, is maar een paar regels code. Onze echte malware, die versleutelen we. Sleutelen. In dit geval met een hele trieste XOR-versleuteling. Exclusive OR. Ja, dit is de meest trieste versleuteling die er bestaat, maar het maakt niet uit want het werkt. En dat doen we iedere keer met een andere sleutel. In dit geval was de sleutel, waar staat die? Hierbovenin. Ik hou van aapjes. Wat een mooie sleutel. Um, dat malafide programma laden we in het geheugen. En pas in het, als we dit programma gedraaid wordt, pas in het geheugen, wordt die code uitgepakt en gedraaid. En dat vindt allemaal plaats in het geheugen. Een klassieke antivirus checkt op disk, die checkt op disk access. En op het moment als we eenmaal in het geheugen zitten, kunnen we daar alles doen. Dus klassieke antivirus, en dan heb ik het even niet over de rare heuristics, dat soort dingen. De klassieke antivirus is met dit soort patronen ontzettend makkelijk te omzeilen. Klassieke antivirus is voor een serieuze aanval echt geen probleem. Als je reboot doet, moet je weer opnieuw beginnen, inderdaad. Dus je zult een persistence mechanisme moeten vinden. Iets om uh, uh, altijd uh, te kunnen blijven draaien. Um, een van mijn voor, voor uh, van de dingen die ik vaak doe, is bijvoorbeeld PowerShell pakken. PowerShell is heel krachtig. Uh, met PowerShell kun je ook geheugenmanipulatie doen. Dus dan maak ik een, een start-up key waarmee ik PowerShell opstart met een bepaalde command line. Uh, en die command line is eigenlijk het plaatsen van shell code in het geheugen en dat draaien. Het enige wat er op disk blijft staan is PowerShell.exe. En dat is gewoon een door Microsoft gesigneerde executable. Nogmaals, ik, ik kan talloze technische trucjes op die manier opnoemen. Dat zijn de dingen om, uh, om dit soort mechanismes te pakken. Uh, Sommigen van jullie zullen zeggen van ja, maar of de klant, of jullie hebben wat uitgebreidere mechanismen. Zoals bijvoorbeeld dit, uh, deze Shiny Box. Um, ja, wat zullen we zeggen? Uh, is het een FireEye? Is het een Palo Alto? Uh, is het een ander uh, mooi doosje? Ik ga absoluut niet zeggen dat ze waardeloos zijn. Ik ga wel zeggen dat er voor een serieuze aanvaller prima manieren zijn om hier omheen te werken. Hoe werken dit soort mechanismen? Vaak een sandbox. Oftewel, op het moment dat er binnen je netwerk een bepaald bestand binnenkomt, een executable, een wordbestand, wat dan ook, dan wordt het in die sandbox gedraaid. En de sandbox is eigenlijk een speelomgeving dus, waarin gekeken wordt naar wat is die malware eigenlijk kan doen. Of wat is dat, die download op dit moment aan het doen? Er wordt naar gedrag gekeken. Vertoont dat programma malle gedrag ja of nee? En dan zou je dus inderdaad kunnen zeggen, oké, okay, dit programma is... Ge, uh, wat is hij precies aan het doen? Die is uh, in zijn geheugen code uit aan het pakken, wat versleuteld was. En die is die code in het geheugen aan het, uh, aan het draaien. Ja, dat zijn hele rare patronen. Hier laten we even een alarmbel afgaan. Dus, standaard zou zo'n sandbox inderdaad prima die eerste versie van die malware eruit kunnen pakken. Dus, hoe komt een hacker om zo'n sandbox heen? Detectie van sandboxen. Ja. Detectie van sandboxen, ja, dat is een bekend mechanisme. Uh, zit ik in de een, in een sandbox, in de virtuele omgeving, ja of nee? Zeker met de standaard-Cookoe, wat een van de meest populaire open source sandboxen is, is dat heel makkelijk. Gelukkig is er een andere versie van Cocoe, die heet Cocoe Modified. Uh, dat is een, uh, een fork daarvan, die is. Iets lastiger om daarvan door te hebben, zit je in een sandbox, ja of nee. Um, wat je zou kunnen doen, de uitgestelde actie, precies. Dat is, in de meeste, dat is voor ons vaak de eerste stap, de uitgestelde actie. Want zo'n sandbox kan niet oneindig naar, uh, naar een stukje malware blijven kijken. Zo'n sandbox kijkt vaak maar voor bijvoorbeeld vijf of tien minuten naar, hé, hey, wat is het gedrag van dit programmaatje? Dus wij schrijven onze malware zo dat het de eerste 10 minuten helemaal niks doet. Nou, met name de wat geavanceerdere leveranciers die hebben hier trucjes voor. Die versnellen bijvoorbeeld de klok van de PC. Um, ja, dan doen wij geen sleep in dit geval, dan gaan we een primfactorisatie doen. Als je dat kunt versnellen, dan, uh, dan ben je een hele bijzondere wiskundige. Um, of nog makkelijker, de malware gaat pas in actie op het moment dat hij ziet dat de gebruiker naar Google toe gaat. Iedere normale gebruiker gaat. Ergens de komende dagen of weken naar Google, of DuckDuckGo of welke zoekmachine je dan ook gebruikt. Een sandbox doet dat typisch niet. Oftewel Sandbox Evasion: het is een beetje een kat- en een muisspel. Tussen de sandboxes en de aanvallers, maar voor de gevorderde aanvaller is het omzeilen van dit soort dingen, is eigenlijk een koud kunstje. Net Volkswagen en CO2. Net als Volkswagen en CO2, inderdaad. Ja, precies. Gewoon een nieuwe update van de software nodig. Um, nu sta ik hier vandaag niet alleen maar om alleen maar te vertellen van uh, wat er allemaal mis kan gaan en dat je tegen een geoefende hacker compleet kansloos bent, want dat ben je helemaal niet. Er zijn wel degelijk manieren om weerbaarder te worden tegen zo'n serieuze aanvaller. En dat is niet alleen een taak die de klant op zich moet opnemen, maar ook een taak die de hosting provider op zich moet nemen. Want nogmaals, er is een heel interessant aanvalspad via de hosting provider naar die klantsystemen. En dat is niet altijd vaak via het directe IP-adres wat aan die klant gekoppeld is, wat bij jullie staat. Dat is veel vaker via de werkplek van een van jullie medewerkers. Dat is vaak de zwakke schakel. Oftewel, hoe word je weerbaarder tegen dit soort aanvallen? Nou, ik heb nog maar 10 minuten. Dus de eerste stap is dat ik me er even makkelijk vanaf maak. Ik, uh, ik verwijs jullie naar, uh, naar wat leesvoer. Um, eerste leesvoer vind ik echt verplichte kost voor hosting providers. Dit document, Microsoft Enterprise, Enterprise Cloud Red Teaming. Wat is dit document? Dit is een document waarin Microsoft beschrijft hoe ze voor een Azure dienst, oftewel de hosting provider van Microsoft, even kort door de bocht, hoe dat zij red teaming oppakken. Nou, dat is, dat is, er zit bij Microsoft ontzettend veel kennis en visie in het simuleren van incidenten en hoe je op die manier weerbaarder wordt tegen, tegen aanvallen. Um, een heleboel van de dingen die ik vandaag verteld heb, zul je in dit document herkennen, maar dit document gaat nog net even verder. Hoe kun je het bijvoorbeeld niet als one-off test doen, maar hoe kun je dit bijvoorbeeld jaarlijks of periodiek uh, doen en hoe kun je er dan voor zorgen dat je er het meeste van leert? Echt, echt een goed document. Um, ik heb geroepen dat antivirus en sandboxen en dat soort dingen maar beperkte waarde hebben. Dan moet ik natuurlijk ook iets komen met datgene wat dan wel werkt en wat wel waarde heeft. Daarvoor is dit document heel erg goed. Dit is een document van uh, het Australische ministerie van Defensie. Het heette uh, uh, heet vroeger Top 35 Strategies to Mitigate Targeted Attacks. Een hele mond vol. Maar wat het document doet is eigenlijk 35 maatregelen beschrijven die voor het type aanvallen wat ik je net heb laten zien, de echte, goede, geavanceerde, gerichte aanvallen, wel, welke maatregelen er daartegen werken. En het mooie is, de maatregelen zijn geordend op effectiviteit. Van 1 tot 35. Op 1 staat Application Control en Application Whitelisting. Dat is iets wat ik nog maar bij heel weinig klanten en hosting providers terugzie, maar het kan ontzettend goed werken. En nu hoor ik een heleboel klanten van onze groepen van: ja, maar application control en application whitelisting, dat is zo lastig, want dan moet die gebruiker weer daarmee werken en ik krijg het niet voor mekaar vanuit een beheersperspectief. Oké, okay. dan draai je application whitelisting in audit mode. Dan ga je niet preventief ermee werken, maar detectief. Want een van de dingen die wij bijvoorbeeld doen is op het moment dat ik op zo'n werkplek zit, dan ga ik allerlei programmatjes draaien die ik voor mijn privilege escalation en lateral movement nodig heb. Schedule tasks, uh, ads uh, en, en allerlei Windows-executables die de normale secretaresse nooit gebruikt. Maar aanvallen wel. Als de alarmbellen afgaan dat je dat soort rare dingen op een, uh, op een PC ziet, ja, dan is dat een hele mooie indicatie dat er iets geks aan de hand is en dat je kunt reageren kan hier weer heel lang over doorgaan, lees dit document. Dat is het advies. Ten slotte heb je een Windows-omgeving. Verplicht je Windows-beheerders om dit document te lezen. Mitigating Past, the Hash en other Credential Theft, versie 2 van dit document. Versie 1 was niet zo heel goed, versie 2 is, uh, is wel heel sterk. Um, dit is een beschrijving voor hoe je een Windows-omgeving vandaag de dag in zou moeten richten. Met alle moderne technieken, om bijvoorbeeld toeltjes zoals Mimikatz en die paste hash technieken, om die het leven zo, uh, zo moeilijk mogelijk te maken. Als je je Windows-domein volgens deze standaard inricht, volgens die good practice, ja, dan wordt het voor mij heel pittig. Oftewel, de kennis is er, maar een heleboel van onze klanten en ook een aantal van onze host-provider klanten, die blijven toch hangen in de klassieke antivirus en in de, in de sandbox dingen. Terwijl er zoveel mooiere maatregelen zijn die hierin beschreven staan. Daar wil ik wel bij zeggen dat ook de uh, providers en de klanten die het wel goed geregeld hebben, vaak als we de eerste keer zo'n test gaan doen, eindigen we in een spelletje Mollenmapper. Whack-a-mole in het Engels. En wat bedoel ik daarmee? Het werkt ongeveer als volgt: wij komen ergens binnen en we hebben binnen de kortste keren hebben we zo'n heel intern netwerk, zo'n hele heel, heel interne command-control infrastructuur opgebouwd. Oftewel, er zijn meerdere machines in het netwerk waar we heel snel heen bewegen. En ook een aanvaller, ook wij, wij maken af en toe foutjes. Dus wij worden af en toe ontdekt. Zeker als een klant of een provider wat betere detectiesystemen heeft. Bijvoorbeeld het gebruik van Mimicats is redelijk makkelijk te detecteren. Wat doet de host provider? Die zegt: ha! Ik, uh, ik heb hier mimikats gevonden. Dat haal ik weg. Ik heb jullie gevonden. Map met een mol. En we komen ergens anders weer boven. Of. Misschien gaat het net wat verder en zegt: Hé, hey, ik vind hier mimicats. Wat is er op deze machine aan de hand? Oh, ik zie Command Control malware die met dit IP-adres verbindt. Kijk, dan gaan we dit IP-adres blokkeren. Map op de mol. En na 12 uur s'nachts, als onze DNS-beaconing malware vanaf een andere PC voorbij kwam, dan zijn we ineens weer terug in het netwerk. Op dezelfde machine. We de eindigen in een spelletje Mollemapper. Ze blijven ons mappen, maar wij blijven ook terugkomen. En dat komt omdat. Een heleboel partijen waarmee we dit voor de eerste keer doen, die spelen het spel op het verkeerde niveau. En daarvoor gebruik ik het voorbeeld van, uh, van een piramide. Dit um, is de Pyramid of Pain. is een bekend concept in de cybersecurity-wereld. En wat het eigenlijk betekent, is het volgende: um, het beschrijft op welke laag dat je, je preventie, detectie en respons kunt doen, en hoeveel pijn dat je een aanvaller daarmee doet. Want. Stel je voor, ik ga bepaalde hashwaardes blokkeren van malafide bekende bestanden. Dat is typisch wat een antivirus doet, toch? Hoeveel pijn doe je daarmee aan een aanvaller? Nou, ik heb je net al laten zien, het veranderen van zo'n hashwaarde van je programmaatje, dat is een paar regels code. Ja, alsjeblieft, daarmee doe je een hacker geen serieuze pijn. Het blokkeren van een IP-adres, van een bekende command-and-control server. Ja, allemaal leuk en aardig, maar voor de gemiddelde test hebben wij alleen al 30 redirects draaien. Um, het, is niet zo, het kost een uurtje werk als we dat naar 100 uit zouden willen breiden. Prima als je één IP-adres onderuit schoffelt, dan dus schuiven we wel weer door naar een andere. En op die manier zit je in de onderste lagen van, uh, van de piramide dingen te doen die voor jou misschien best wel veel tijd kosten om zo'n IP-adres van zo'n command-and-control server te vinden, dat vervolgens goed te blokkeren, maar die voor de, die de aanvaller eigenlijk niet zo heel veel pijn doen. Dus daar is een enorme disbalans. Je gaat hier mollenmappen lopen spelen in de onderste lagen van de piramide. Waar doe je een aanvaller het meeste pijn? Dat is in de bovenkant van de piramide. En dat is als je een aanvaller gaat pakken op de tools waarmee die werkt. Of nog belangrijker, de tactics, techniques en procedures. Oftewel de aanvallerstechnieken. Als je, als je die aan gaat pakken. Ik ga daar daar even een voorbeeld van geven. Misschien moet ik even een analogie doen naar klassieke misdaad. Stel je voor een inbreker: je zou naar opsporing verzocht kunnen gaan en zeggen in de onderste laag van de piramide. Uh, hij had rode Nike's en een zwarte bivakmuts. Ja, dat is natuurlijk enorm makkelijk om dat signalement te veranderen bij zijn volgende inbraak of als hij over straat gaat. Waar een aanvaller, een inbreker, echt pijn mee doet, is in de bovenste lagen als je ziet van... Hey, inbrekers op dit moment zijn bijvoorbeeld de klopsleutel, ontzettend populair. Dus wat moet ik doen? Ik moet al mijn sloten vervangen die uh, uh, niet werken voor klopsleutels. Op dat moment dwing ik namelijk de hacker om naar een andere techniek toe te gaan, in dit geval de inbreker. Dat kost veel meer moeite als hij gewend is om de klopsleutels ergens binnen te komen. Dat is misschien wel het enige wat hij kan. Daar doe je in een op pas echt pijn. Ik heb wat voorbeelden meegenomen uh, van hoe je een digitale op pijn kunt doen. De eerste is Mimikatz. Ik heb jullie Mimikatz net laten zien. Het extraheren van die plaintext wachtwoorden uit het geheugen van een systeem. Nu zou je op Mimikatz kunnen reageren in de onderste lagen van de piramide. Van de Pyramid of Pain. En ik zou kunnen zeggen... Oké, okay, Mimikatz. Ik ga dus uh, die bepaalde hashwaarde van dat bestand, uh, van Mimikatz.exe, ga, uh, ga ik blokkeren. Ja, kan. Maar dan uh, compileer ik een nieuwe versie van Mimikatz met een net iets andere signature. En dan blijf ik op die manier detectiemechanisme, blijf, uh, blijf ik voor. Je moet een spel spelen in de bovenkant van de piramide. En bedenken, oké, okay, dus ik lees in al die Threat Intelligence rapporten, Mimikatz is op dit moment een van de populaire hacker tools. Wat doen ze met die tool? Wat zijn de... Technieken en de tactieken die ze daarin toepassen. Oké, okay, ze proberen dus bijvoorbeeld een admin naar een systeem te lokken en op die manier daar credentials vandaan te halen en vervolgens gaan ze die credentials, die wachtwoorden, in de rest van het netwerk ook gebruiken. Wat kan ik daar nu tegen doen? Nou, in de bovenkant van de piramide wat je zou kunnen doen is om Honeypot-credentials op zo'n systeem te gaan zetten. Net credentials die je nergens anders in het netwerk gebruikt, maar op het moment dat ze gebruikt worden, alle alarmbellen doen afgaan. Oftewel op wat interessante systemen, waar hackers waarschijnlijk heel geïnteresseerd in zullen zijn, daar zet je die nep credentials in het geheugen. Dat doe je met het commando wat je, wat je daar ziet staan. Um, dat geef je een mooie naam, zoals admin of superadmin of eindbaas of uh, weet ik veel wat hoe je dat uh, account noemt. In ieder geval, het moet er heel interessant uitzien. En op het moment dat dus een hacker mimikas draait op die machine en denkt. hé, hey, dat zijn de credentials die ik ga misbruiken, hij gaat ze vervolgens gebruiken in het netwerk. En dan zorg je ervoor in de detectiesystemen. Dat zie je hier hoe je dat inricht, dat alle alarmbellen afgaan. Dit is een voorbeeld van hoe je op de goede manier om kunt gaan. met die informatie en die kennis die we hebben over aanvallerstechnieken. Niet in de onderste lagen van de Pyramid of Pain, maar probeer het spel met name ook in de bovenste lagen te spelen. Um, dit is een ander voorbeeld. Um, mijn tijd is op, dus ik ga hier niet, uh, niet heel uh, diep op in. Uh, KBTGT is een andere techniek die we de laatste tijd bij hackers heel veel zien. Ook weer een manier om een Windows-domein uit te buiten. Um, dat wisten misschien sommigen van jullie. Maar ik zie nog bijna geen klanten die preventief dat KRBTGT-account in een Windows-domein periodiek resetten. Doe het. Dat is hetgene wat werkt tegen, tegen hackers. Daarmee speel je het spel in de bovenste lagen van de piramide. Ik ga er een eind aan breiden. Wat ik jullie vandaag heb laten zien is uh, dat de hosting provider een heel interessant doelwit kan zijn voor de serieuze aanvallers. En dat is met name. Vanwege niet alleen dat stukje infrastructuur voor het opzetten van aanvallen, maar met name ook de systemen van onze klanten die bij jullie staan. En een hele belangrijke ingangsweg is daarbij niet die directe IP-adressen die aan het internet gekoppeld zijn, maar veel vaker dat achterdeurtje via jullie medewerkers. Zoals we bij onze klanten vaak binnenkomen via de medewerkers, zo doen we dat ook vaak bij de hosting provider. Um, nou, dingen als ICE 3402, een certified hackers en zo, daar heb ik het ruim voldoende over gehad. Nogmaals, ik zeg niet dat het waardeloos is, het heeft zeker zijn waarde. Al is het maar om een stukje awareness te creëren bij, bij klanten. Um, maar denk niet dat je met dat soort stempeltjes dat je daarmee uh, mee veilig bent. Waarom niet? Nou, het grootste probleem daarin is scoping. Al die stempeltjes, al die pentesten, die zijn altijd met een bepaalde scoping. En een echte hacker, een echte aanvaller, die hoeft zich helemaal niet te houden aan die scope. Gelukkig zijn er hele goede dingen die je kunt doen. En dan heb ik het niet over een ISO 27000 serie standaard. Dan heb ik het met name over die drie documenten die ik je daar straks heb laten zien. Bijvoorbeeld het document van het Australische ministerie van Defensie. Check die eens. Daar staan echt met de moderne gedachte in. Wat kun je nu vandaag de dag doen tegen aanvallers? Heb je de basis op orde? Dan is het tijd om weerbaarder te worden. En weerbaarder worden, dat doe je met het vaccinatie-effect. Oftewel oefenen, oefenen, oefenen. Only perfect practice make, makes perfect, zeggen we wel eens. Simuleer zo'n echt incident. Besef waar je zwakke plekken liggen. Verbeter jezelf, maar bedenk daarna ook... oh, gelukkig was dit maar een test... en geen echte malafide hacker die we voorbij hebben gehad. En ga je dat spel een keer spelen? Of zelf, of met ons, of met een van onze concurrenten. Bedenk dan dat je geen wekkerbol moet spelen. Snap die hacker, snap die aanvaller... Ga niet achter zijn IP-adressen en zijn, uh, zijn hashwaardes uh, aan, of achter zijn domeinnamen aan. Nee, probeer hem te pakken in de bovenste lagen van die piramide. Snap welke hekkenpatronen dat hij probeert uit te voeren en ga daartussen zitten, in plaats van IP-adressen en, uh, en hashwaardes blokkeren. Dat was mijn verhaal. Nog net op tijd zie ik. Ik, uh, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik blijf sowieso vandaag nog wel eventjes hier hangen. Dus mocht je vragen hebben of de discussie met me willen aangaan, lijkt me hartstikke leuk. Is er nog één of misschien zijn er nog twee vragen die voor de hele groep relevant zijn, dan voel je je vrij om ze nu te stellen. Ik zie veel Windows voorbij komen. Ben je nou met een Mac-netwerk veiliger of is het gewoon net zo onveilig? Als windows? Ik zie hier veel Windows voorbij komen. Wordt gevraagd: ben je met een Mac-netwerk nou veel onveiliger? Er um, zitten twee kanten aan het verhaal. Sorry, dus inderdaad, Windows versus Mac, is hier eigenlijk de vraag. Ik ben met name hier gericht geweest op Windows, omdat wij dat toch vaak in de praktijk het meest tegenkomen. MacOS komen we ook wel eens tegen, dan is het voor ons anders. Niet per se moeilijker, maar anders. Het grote voordeel is, um, met name dingen als Java zijn platform onafhankelijk en staan vaak ook op, uh, op, uh, op Mac. Um, technieken als Mimikatz en Pass the Hash en dergelijke werken niet op Mac. Uh, ook zien we vaak dat Mac-netwerken wat minder Trust relations hebben, dus wat minder aan elkaar hangen zoals bijvoorbeeld een Windows-domein al doet, dat maakt het voor ons anders. Uh, vaak is dat voor ons moeilijker, maar dat komt omdat we er gewoon minder bekend mee zijn. De, de, de hele, de, alle technieken van Windows zijn ontzettend uitgewerkt en die kunnen we gewoon van de plank plukken en, en doen. De keren dat we macOS tegenkomen, moeten we net even wat meer moeite doen en net even onze niet-standaard dingen doen. Uh, binnenkomen lukt vaak op Mac. Uh, ...van de Mac bewegen naar die kroonjuwelen is vaak net iets lastiger. Maar dan gaan we toch met dingen werken als keyloggers en, 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 en andere technieken. Het is echt niet per se, per se veiliger. Het is voor een aanvaller onbekender en het hangt wat minder aan elkaar... ...waardoor het lastiger is om van het ene systeem naar het andere te bewegen. Voldoende antwoord? Okay. Want nogmaals, ik heb nauwelijks kwetsbaarheden gebruikt. Hè? Geen exploits. Zou je een groot deel hiervan mee kunnen ondervangen door two-factor authentication? Dus zou je veel hiermee kunnen ondervangen door, door two-factor authentication... Um, ja en nee. Two factor authentication is met name voor mijn phishing aanvallen uh, enorm lastig. Zit ik eenmaal in een intern netwerk en hebben we daar over Two Factor Authentication. Um, bijvoorbeeld smartcards zijn voor mij vaak een feest, omdat smartcards onderhuids in Windows per se NTLM authenticatie vereisen. En dat betekent dat mijn pers de hash ding altijd werkt. Dus een klant die smartcards gebruikt, die kan nauwelijks iets doen tegen pers de hash aanvallen. En uh, ja, dat, dat zijn allemaal van die, van, die, van die technische dingen. Er zitten meerdere kanten aan, aan dit verhaal. Aan de ene kant toeverkt de authentication voor mij enorm lastig. Ik, ik raad het ook altijd aan. Bedenk wel en wel even goed op welke manier implementeer ik het en wat heeft dat voor consequenties. En met name smartcards, daar zie ik vaak ook nog wel wat nadelen aan. Dank voor jullie aandacht en ik uh, spreek en zie jullie hopelijk bij de lunch. Dankjewel. Stel, dankjewel.